Piet van Dijk was door zijn moeder niet van het schooltje afgehaald. Toen is hij daar weggelopen en toen is hij dus verdwaald. Hij liep langs de laatste huizen van zijn grote stad. Hij is in één bos gekomen, langs één heel oud kronkelpad. En hij kreeg zo'n dorst en honger en hij liep daar zo alleen. En toen riep een heel dik vrouwtje, waar moet dat zo laat nog heen? Bent u soms een roversvrouwtje, riep die arme Piet. Ja, ik ben een roversvrouwtje, maar wij zijn zo slecht nog niet. Wij beroven rijke mensen, voor de armen zijn wij goed. Want wij leggen in hun huizen vis en bier en ondergoed. Onder bomen, onder blaren is Piet meegegaan met haar. En toen zag hij 7 rovers heel gezellig bij elkaar. Kreeg Piet 1 rover cola, oh zo lekker voor de dorst. Roverbrood met roverboter, echte roverleverworst. Nu is Piet dus zelf een rover en hij vindt het prachtig werk. Maar zijn goede moeder schaamt zich en durft niet meer naar de kerk. Moeders, daar wilt u niet hebben dat uw kind uit roven gaat. Dan moet u op tijd bij school zijn, anders is het gauw te laat.